Goedemiddag. Hallo. Zo, eerst mezelf maar eens opzoeken. Dan kan ik een beetje meepraten. Kijken of ik mezelf kan vinden. Ja. Zo te zien ben ik heel goed te zien. Jawel, jawel, jawel. Kijk aan. Ja. Goedemiddag. Welkom bij de tweede live van vandaag. Op deze demodag. Eigenlijk Janine's Mindful Art Collection goed onder de aandacht te brengen. Hè? Want we hebben een nieuwste collectie van Janine, de 5.0, oftewel de Time to Relax collectie. En daar gaan we mee aan de slag, maar met dat, maar ook met andere artikelen of van eerdere collecties. Want ja, alles past gewoon perfect bij elkaar. Goedemiddag, welkom allemaal. Helemaal leuk dat jullie erbij zijn. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik hoop dat jullie het leuk vinden wat ik ga doen. Maar daar ga ik gewoon vanuit. Ik ga vandaag aan de slag op een craftbladzijde. Deze bladzijden die zitten in het allernieuwste... boekje, journal, god, ik word even afgeleid, sorry. In het allernieuwste journal van deze collectie, in de Time to Relax collectie. De bladzijden, die zijn 17 bij 17 centimeter, dus een beetje een groot vierkant. Ik ga ook aan de slag met het prachtige designpapier. En ik ga daarbij nog van alles gebruiken. Wat ik een beetje begrijp is dat sommige mensen het lastig vinden om op kraftpapier iets te maken. Ik ga laten zien dat er van alles mogelijk is. Ik heb al eerder een bladzijde gemaakt op kraftpapier. Ik vermoed dat die nu in de winkel van Hobbyvision staat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb in elk geval op social media heb ik die gedeeld. Want ik heb een hele collectie op kraftpapier gemaakt. Vandaag ga ik op deze werken, deze bladzijde. En wat ik ga maken, dat kan ook op een kaart. Dus ik maak hem nu op de bladzijde, maar dat kan prima op een kaart. Ik ga dit boek zo meteen ook gebruiken, want ik vind, hebben jullie dat gezien, echt zo'n mooi papier. En ik kan vast verklappen dat dit boekje, dat is de 09, dat die in het prijzenpakket zit, wat ik later vanmiddag mag weggeven. Ik ga beginnen met een van de... Goedemiddag allemaal. Ik ga beginnen met een van de stencils. En dat is het A4 stencil wat in twee delen, uit twee delen bestaat. Uit het pakket. Dat is de Mask JMA09. En met dit stencil... Je ziet het, hè? Je bestaat uit twee delen. Je kan ook iets leuks doen met het randje. Daar moet ik nog eigenlijk een keer wat op verzinnen. Wat ik hiermee ga doen is... Ik denk of dit gedeelte of dit gedeelte. Ik denk dit gedeelte. Gebruiken als ondergrond op mijn kraftpapier. Wat ik nou wil doen, want het is wel grappig. Ik weet niet of iedereen dat al weet. Ik ga het gewoon vertellen. Op het kraftpapier kan je prima... met oxides werken. Dus mijn ervaring is dat oxides en een beetje andere dye-achtige inkten, dat je er heel mooi mee op kan werken. Je krijgt een ander effect dan op wit papier. En ik ga dat nu doen. En ik wil het ton sur ton. Waarom wil ik dat? Dat ga ik later uitleggen. Maar in elk geval wil ik niet super opvallend. Ik wil een soort subtiele ondergrond maken op mijn kraftpapier. Dat ga ik doen met Distress Inkt. Dat werkt ook heel erg goed. Dus de inkjes kun je prima gebruiken op je kraftpapier. En dit is de walnoot. Ja, nee, de vintage foto. Ik denk altijd dat het walnoot is, maar het is de vintage foto. En wat ik dan ga doen, is eigenlijk een soort subtiele ondergrond maken op mijn kraftpapier. Dat kan echt uitstekend met je inkjes. Het hoeft ook niet over het hele blad, want in het midden komt straks iets anders. Het gaat mij puur en alleen omdat het je hoeft het niet te doen, maar ik vind het wel leuk om een beetje subtiel een achtergrondje te hebben straks. Als ik verder ben, dan snappen jullie wel wat ik bedoel.
Maar ik heb natuurlijk al helemaal in mijn hoofd wat ik wil gaan doen. En ik ga echt ook eigenlijk even meteen starten, omdat ik best wel veel nog te laten zien heb ook straks. En ik moet de prijs natuurlijk ook nog, ik mag de prijs meteen ook nog uitreiken. En ik heb een hele leuke vraag, vind ik, voor de oplettende kijker heb ik hem al eerder beantwoord in een van mijn posts, volgens mij van afgelopen woensdag. Dus als je nog snel wil spieken, dan kan dat. Zo. Ik ga gewoon gestaag even door om een subtiele, bijna ton-sur-ton ondergrond te maken. Kijk, dat wordt al leuk. Even kijken. Maria zegt een hele mooie mal. Dat heeft Janine straks ook meegewerkt. Oh, Janine, dat wist ik helemaal niet. Ik heb gedeeltelijk mee kunnen kijken vanmorgen. En wat ik gezien heb was echt hartstikke mooi. En hartstikke leuk. Maar ik had ondertussen een dochter die naar zwemles moest. En dan moest boodschappen doen. En een zoontje moest voetballen. Dus het was heel gezellig bij ons vandaag. Maar tussen de bedrijven door heb ik wel meegekeken. Nou, bijna klaar alweer. Dat gaat altijd hard. Ik doe echt eventjes alleen de buitenranden. Want dit is inderdaad een heel erg leuk stencil. Je kunt hem in zijn geheel gebruiken. Maar je kunt hem ook in delen gebruiken, zoals ik hier nu ook heb gedaan. Deze is klaar. Mijn inktjes kunnen weg. Dat kan ik ook even hier voor me leggen. Dit is stap 1. Dan ga ik even aan de slag met uitleggen wat ik een beetje ga doen. Ik pak heel even mijn blokje erbij. Dit is dus de 09, hè? Dat had ik al gezegd. Nou, daar zit ongelooflijk mooi papier in. Dat is echt, ik heb het al veel gebruikt, dat kun je hier zien. Ik ben al flink bezig geweest. En wat ik heb gedaan, is deze bladzijde met een cirkelstans uitgestanst. Dus ik wilde de Boeddha gebruiken als soort van mijn focuspunt. Dus deze, je kan het precies zien, die hoort hierin, die heb ik hier uitgestanst. Want ik dacht, dit is wel een mooi focuspunt. Ik had net zo goed iets anders kunnen kiezen, maar ik vond de Boeddha wel heel erg mooi. Want ik heb ook nog heel erg getwijfeld over de bloemen. Die vond ik ook heel erg geschikt. Ik vond de lotus ook heel mooi. Maar je zult zien, die ga ik straks op een andere manier gebruiken. En deze vond ik, ja, dat is gewoon een beetje keuzestress, maar ik ben geëindigd bij de Boeddha. Dat gaan we dan. Oh, deze mag even apart. Kijk. Deze komt zo meteen in het midden. Met deze erop. Ik heb dus op het kraftpapier met een iets grotere cirkelstans. Volgens mij zijn ze van Crealease met zo'n stitchrand. Heb ik uitgestanst. Dit komt zo meteen hierop. Waar ik een beetje over in dubio ben of ik ook deze ga bewerken met inkt. Daar ga ik zo even over nadenken. Maar dit is wat er gaat gebeuren. Hij komt op het midden. Voordat ik dat doe, ga ik nog een ondergrond maken. Dus een tweede laag ondergrond. En ja, Anne zegt, volgens mij vind je alles mooi. Ja, dat klopt. Ik vind deze serie helemaal geweldig. Dat klopt helemaal. Ik ben gek op dit soort spulletjes. Ik ga dit stencil gebruiken. Deze mask wou ik zeggen gebruiken. Dit is de 07. Mask JMA 07. En dit is een mandala. Een grote. Prachtig. Hier ga ik mijn achtergrond mee creëren. Ik leg hem even neer. Ik ga hem niet helemaal in zijn geheel gebruiken. Dat niet. Maar ik ga hem gebruiken. Dan zul je zo zien wat ik ga doen met mijn spatel. En ik ga hem gebruiken met twee pastes. Ik ga hem gebruiken met de Relief Pasta Platinum van Cadence en de Nuvo Glimmer Paste, de cacao.
En deze is bijna leeg, dus het kan zijn dat ik halverwege even moet wisselen voor een ander potje. Want hij is bijna op. Op zich een goed teken, want dan gebruik je hem veel, hè. Die ga ik even op. Ik ga 2 kleuren pastes gebruiken voor deze techniek. Ik leg hem in het midden en ik ga even beginnen met de cacao kleur. Met mijn spatel. En ik ga her en der de kleur aanbrengen. Dus ik ga eigenlijk over de eerste ondergrondlaag heen. Dat is ook een beetje mixed media, hè? Dan ga je gewoon in lagen over elkaar heen. Zo. En je zult zo meteen zien dat 2 kleuren pasta gebruiken, of 2, ja, ik noem het maar even pasta's, een heel gaaf effect geeft. Ook op kraftpapier. En het lijkt een beetje een donker kleurtje. Maar je zult zo meteen zien dat dat wel meevalt. Dit is 1. Dan ga ik met kleur 2 aan de slag. Die ga ik her en der er tussenin aanbrengen. Dan zegt de magneetmat kan ook. Ja, zeker, dat kan. Maar ik merk dat als ik met die pasta's werk, dat het over het algemeen, als je 1 laagje aangebracht hebt, dat het aardig blijft zitten. Dus ik ben nooit zo heel erg bang om dat op deze manier te doen. Maar dat kan. Je kan zeker je magneetmat gebruiken. Ik heb er geen eens 1. Erg, hè? En het lijkt een beetje alsof dit niet meer goed komt. Maar je zult zo zien dat het echt helemaal goed komt. Zo. Kijk, dit zijn leuke en eigenlijk vrij simpele techniekjes om uit te proberen. Gewoon doen. Als het echt niks is, dan kan je er altijd weer met iets anders overheen. Of ja, ik heb eigenlijk nog nooit, het moet even niet liggen, volgens mij heb ik echt nog nooit iets weggegooid. Ik heb het eigenlijk altijd wel weer op een manier gecorrigeerd. Nou, ik denk dat ik er ben. Nou, nu gaan we het krijgen. Dit is leuk om te doen. Ik mis nog een stukje. Ik zit even te twijfelen of ik hier nog een beetje cacao. Moet ik even een papiertje hebben. Dat heb ik natuurlijk niet bij de hand. Dat doe ik niet zo slim. Nou, ik denk dat we hem hebben. Het tasje vraagt dat ik op mijn stencil gebruik. Ik gebruik reliefpasta van Cadence, de Platinum. Dat is een beetje dikke pasta. En ik heb de Nuvol Cacao Glimmer Paste. Die kunnen inmiddels wel dicht voordat ze uitdrogen. En dan gaan we kijken wat het geworden is. Tadaa! Kijk wat gaaf. Ik vind dit zo mooi. Het effect is gewoon helemaal gaaf, vind ik. Ik vind het echt helemaal mooi. Ik heb het vorige week met andere kleuren gedaan. En dat was ook zo gaaf geworden. Ik denk ik ga hem nu ook gebruiken, deze techniek. Maar dat was ergens anders dan live.
denk, dat kan ik wel maken om het nu ook nog een keer te doen. Want het effect is gewoon echt helemaal geweldig. Het goed even droog. Nou is het pasta, allebei de pastes zijn eigenlijk heel snel droog. Je moet het wel een klein beetje helpen. Maar de, ja, het effect is, vind ik echt heel mooi. En zeker ook op dat krachtpapier. Het heeft meteen wat. Ik heb trouwens mijn krachtpapier niet bewerkt met gesso. En in dit geval had ik dan transparante gesso gaan gebruiken. Want witte gesso, dat kan heel erg gaaf zijn op krachtpapier. Maar voor wat ik wil doen is dat niet geschikt. Maar met, dit is zulke niet natte paste. Dan is dat niet echt nodig om gesso te gebruiken. Je kan het natuurlijk altijd wel doen. Als je nou met inkt en zo aan de slag gaat, dan is het een must. Maar nu hoeft dat niet per se. Kijk, dat stencil, dat leent zich voor deze techniek natuurlijk ook wel echt heel erg goed, hè? Echt zo onwijs mooi. Je denkt op een gegeven moment als je bezig bent, dan waar gaat dit in godsnaam naartoe? Maar het komt goed. Ik maak hem nog heel even ietsje droger, want ik wil zo meteen er ook op kunnen lijmen. Dus vooral die platinum is wat een wat dikkige paste, dus die moet wel even goed droog. Nou. Ik denk dat we hem hebben. Zo. En dat is deze. Maar dit is wat je kunt dus bereiken met dat mandala stencil. En je hoeft hem dus niet helemaal te gebruiken. Sterker nog, in dit geval vind ik het wel leuk dat hij een beetje zo rommelig bijna uitsteekt. Het effect is in elk geval echt heel erg gaaf. Dus dat is deze. Dan ga ik mijn focuspunt erop. En ik denk dat ik wel het leuk vind dat ik dit ook weer terug laat komen in het rondje. Dus ik pak stiekem dan toch nog heel even mijn vintage foto en mijn, hoe noem je dit eigenlijk? Ik zeg ook een dabber, maar dat is het niet. Erbij met het andere stencil. En dan ga ik toch even een beetje nuance aanbrengen. Zodat het weer terugkomt wat er in de rand zit. En in dit geval hoef ik natuurlijk ook alleen maar de randjes te doen. Dus hiermee doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik al eerder had gedaan. Ik vind hier een stukje, daar mag nog wel een beetje bij. Even kijken, hier nog. Dat ik er wel ben. Ja, dat geeft net even wat meer show aan de boel. Een blending brush. Dankjewel, Hermine. Ik kwam even niet op het woord. Lijmen. Ik ga lijmen. En dat is eigenlijk altijd, ik doe dat al met Dutch Doobadoo lijmen. Zo'n naaldflesje. Maar ik wil het rondje iets hoger hebben. Ik vind het wel leuk om een klein beetje 3D effect te hebben. Ook als het een kaart zou zijn, zou ik dat doen. Dat vind ik wel grappig. Maar dat plaatje wat ik uitgestanst heb uit het designpapier, dat kan in principe gewoon op het rondje geplakt worden. Even kijken. Yvonne zegt, ik ben de tijd helemaal vergeten. Dat geeft helemaal niks, want ik ben nog niet zo lang bezig. Oepsa. En er komt nog een heleboel. En ik laat ook nog een heleboel zien. En er gaat nog een prijs uit. Dus voorlopig zijn jullie nog niet van me af. Hè? Deze wil ik dus ietsje hoger hebben. En daar ga ik de lijmkit, de 3D-kit, voor gebruiken. Kan ook met een stukje karton.
karton of iets dergelijks. Maar in dit geval heb ik deze bij de hand. En dit werkt ook uitstekend. Marianne vraagt of ik het stencil door midden heb geknipt. Nee, dit is een stencil dat wordt gewoon ook al zo aangeleverd. Het lijkt net of ik hem... Ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik hem binnenkreeg, dacht ik dat ik iets kapot had gemaakt. Maar het hoort gewoon echt zo. En met dat randje kan je waarschijnlijk ook iets heel leuks doen. Daar ga ik nog eens over brainstormen. Want dat zal ongetwijfeld kunnen. Nou, deze gaat... Moet ik heel even... Kijken... Ik wil hem ietsje hoger dan het midden hebben. En dat gaat zo meteen duidelijk worden waarom dat is. Zo. Nou, kijk. Dit gedeelte is ook klaar. Dan ga ik kliederen. Kliederen in de zin van verf hoor. Ik ga alleen maar kleuren. Ik moet even een kladblaadje hebben. Want normaal gesproken werk ik op mijn glasmat. Maar daar heb ik nog een klein stukje van open. En dat heeft ook een reden. Dat zal ik zo even laten zien. Want in de lijn Time to Relax zit... En dan moet ik hem natuurlijk... Ik heb alles klaar liggen. En dan heb je het nodig en dan kun je het niet vinden. Jawel. Zit deze. Deze, dat is een stans met allerlei blaadjes. Het is het stencil JMA 11. En... Daar heb ik flink mee gestanst. Omdat ik hier mijn stansmachine niet onder kan zetten, heb ik dat ook al gewoon gedaan. En die pak ik er nu heel even bij, want ik heb een hele berg gestanst. Ik heb deze keer niet deze gestanst, maar wel al die andere. En de bloemetjes heb ik dit keer ook niet gestanst, want ik ga de blaadjes gebruiken. Die blaadjes die ga ik kleuren. En die ga ik straks in compositie erop doen. Maar dat komt straks. Ik moet eerst even kleuren. Wat ik ook gedaan heb. Alvast. Is. Gestempeld. Ik heb. Deze twee stempels. Uit een iets eerdere collectie. Dat zijn de stempels 14 en 15. Die heb ik gestempeld en geknipt. En je ziet bij de lotus dat ik echt alleen het middengedeelte ga gebruiken. Dus die moeten ook gekleurd worden. Dus de 14 en de 15 heb ik ook gebruikt. Ja, het wordt al gaaf hè. Dankjewel Anita. Ja, ik vind het ook dat techniekje en dat stencil. Het is gewoon echt geweldig bij elkaar. Dus deze stansen heb ik gebruikt voor deze. Deze ga ik zo kleuren met waterverf. Maar die blaadjes, daar heb ik dus gisteren lopen oefenen. En heel erg lopen zoeken naar welke kleur hier een beetje bij past. Ik wilde toch wel een beetje een contrastkleurtje. In de zin van dat het niet allemaal paars hoeft te zijn of allemaal groen hoeft te zijn. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op een mooie combinatie. En die ga ik gewoon even laten zien. Ik heb de Lindy's Squirts en dan zit de goud. Hij heet Putting Gold, de goud. En ik heb de Metallic Verf van Cadence, de Dora. En dat is ook de Platinum. Zelfde kleur als de pasta. Nou kan ik alleen deze doen, maar dan wordt het een beetje mat. Dan op de een of andere manier wordt het niet zo mooi. Dus ik ga eerst de Squirts gebruiken en dan ga ik er overheen met... andere kleurtje. Dus je zult zien, dat geeft echt een leuk effect. En daar heb ik mijn glasmat even voor nodig. Dus vandaar dat ik die zo heb neergelegd. Moet ik even een kwastje zien te scoren. Ergens. Ja. Kwastje gevonden. Nou, deze moet altijd zo geschud worden. Heb ik begrepen. Ik deed eerst altijd zo, maar dat schijnt echt zo te moeten met dat balletje. Hiervan ga ik een lading op mijn glasmat spuiten. En vervolgens ga ik alles hetzelfde kleurtje geven. Dat hoeft allemaal niet zo heel erg mega netjes. Dat kan vrij makkelijk op deze manier.
En dan zal ik straks zie je, als je met de metallic eroverheen gaat, hoe gaaf dat effect is. En ik heb ook geprobeerd om dus helemaal alleen de metallic te doen, maar dan ja, is het te licht. Maar doordat je het goud eronder hebt, geeft het ook meteen een beetje een mooi contrastkleurtje met de rest van je bladzijde of je kaart of net wat je ervan wil maken. En dan zul je straks zien dat het heel mooi wordt. Nou. Die squirts die zijn af en toe super handig. Zo. Oh, Ingrid zegt ik word uit Facebook gegooid. Oh jee. Ik toch niet nog, hè? Ik ben zo bezig dat ik amper op de computer let. Maar volgens mij ben ik nog wel te zien. Ik zie mezelf in elk geval wel. Even kijken. Nou, dit is eigenlijk gewoon even een kwestie van kleuren. Het is allemaal niet super netjes. Af en toe moet er een beetje bij. En dan wordt ook dit heel mooi. En ondertussen, kan ik ook vertellen dat dit soort takjes, hè, die erbij zitten in de stans, dat zijn hele leuke accenttakjes voor eigenlijk van alles en nog wat. Ik heb straks in mijn voorbeelden, heb ik ze ook her en der zitten, omdat het gewoon net even zo dat achterdoor piept of net even, ja, net een leuk effectje geeft. En die blaadjes die zijn heel mooi gedetailleerd. Mooi vloeibaar spullen. Dus ik gebruik ze echt, echt heel erg graag. En in een eerdere lijn van de JMA-lijn zitten ook andere blaadjes. En dat valt natuurlijk ook weer echt super gaaf met elkaar te combineren. En ik ben altijd wel van de blaadjes en de dingetjes op mijn werk. Dus ik ben heel erg blij met dit soort stansen. Ja, het is een beetje saai om naar te kijken misschien. Maar ik probeer echt zo snel mogelijk te werken. En dan zul je straks met de platinum zien dat het een onwijs mooi effect geeft. Maar dit moet nu ook eenmaal even gebeuren. En normaal gesproken vind ik dat kleuren altijd wel een soort van mediterend werkje. Maar ik wil natuurlijk ook zoveel mogelijk laten zien vandaag. En ook zoveel mogelijk doen vandaag. En dat gaan we dan ook maar gewoon doen. Ja, die stempels van die plaatjes, die zijn dus ook heel mooi. Dan kan je ook een beetje, net als, dit zijn een beetje silhouetstempels. En ja, die kan je natuurlijk ook in allerlei kleuren prachtig gebruiken. Heb ik ook gedaan trouwens. Heb ik ook in mijn voorbeelden zo meteen kun je dat zien. Zo, nou. Het valt nog wel mee. En ondertussen dan probeer ik al op de mee te kijken met jullie. Een beetje te gezellig te kletsen. Maar het is altijd lastig als je twee dingen tegelijk wilt doen. Even kijken of er nog witte stukjes zijn, want die wil ik er niet in hebben. Ik wil het niet wit hebben, deze ronde. Het moet echt in kleur. Want dat past heel goed bij de bladzijde. Hier zit nog een stuk wit. Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat we een beetje wel hebben nu. En dan kan dit drogen. En dan kan het platinum erop. Ja, kletsen kan ik wel, hè? Ik vind het altijd wel leuk. Ups, ja. In dit geval is het kleuren ook heel lekker om te doen, want het hoeft helemaal geen precisiewerk te zijn. Ik wil alleen geen wit zien. Het is gewoon een algemeen kliederklusje. En daar eigenlijk ben je er zo mee klaar.
Je zou het ook nog met zo'n spuitbus kunnen doen. Met inkt of zo. Maar ik ben altijd bang dat ik dan de helft daarna spuit. Nou. Kijk aan. Ongeveer wel droog. En dan ga ik met het volgende eroverheen. En dat is deze. Dat is de metallic platinum kleur. Net als de pasta platinum. Zo. Deze. Dat hoeft niet helemaal bedekt. Het is alleen de bedoeling dat het een soort van effectje geeft. En dit hoeft ook niet. Ja, dat zeg ik niet helemaal eroverheen. Maar als ik het goud er niet onder zou doen, dan is het kleurtje niet zo mooi als dat het nu is. En op deze manier past het weer heel erg goed bij die relief pasta's die erop zitten. En het heeft ook meteen een glansje. Ik vind het glittertje altijd wel leuk. Als ik niks zou zeggen, is het wel erg saai en stil. Ja, dat is ook. Ik ben altijd wel van het kletsen. Ik vind dat wel leuk. Hupsa. Ik heb ook altijd 100.000 dingen te vertellen. En dan denk ik, oh, jullie, daar zitten jullie toch helemaal niet op te wachten. Op mijn geklets. Hupsa. Want ik heb ook nog geprobeerd om mijn mannen en de kinderen een beetje de deur uit te werken vandaag. Want mijn man is bezig met de trap. We krijgen volgende week nieuwe vloerbedekking op de trap. En dan moet natuurlijk alles ook geschilderd worden eromheen. En noem het maar op. Dus die was aan het schuren met een schuurmachine en een lawaai. En ik, oh mijn god, om 3:15 was hij nog bezig. Ik zeg, schat, misschien eventjes met de kinderen een ijsje gaan doen of zo. Ik had echt zoiets van, dat kan ik er niet bij hebben. Want dan kunnen jullie mij helemaal niet verstaan. Maar ze zijn lekker gaan fietsen. Ook leuk. En volgens mij ook meteen aan de bouwmarkt om grondverf te halen. Dus ze maken het ook maar meteen praktisch. Nou, helemaal goed. Zo. En je zal zo meteen zien dat dit echt heel erg leuk wordt bij elkaar. Het past zo meteen. Ik heb echt lopen zoeken naar welke kleuren nou mooi zijn om... Maar ik was er uiteindelijk snel uit. En ik heb trouwens de stansjes gestanst met van dat watercolorpaper aquarelpapier. En dan de 200 grams. Voor stansjes en voor dit doeleinde is dat ja, perfect eigenlijk. Nou, ik ben bijna klaar. Dit is eigenlijk best wel een lekker werkje. Want je hoeft eigenlijk helemaal geen precisiewerk uit te voeren. Zo, bijna klaar. Ik zie meteen een stukje wit wat meteen weg kan. Een beetje wegwerken, maar dit is een super combi. Zo. En iedereen moet natuurlijk kleuren met wat hij wil. Je kan het volgens mij ook prima met andere zaken doen. Ik heb ook nog de Neo Color 2 erbij gepakt. Dat was ook wel leuk, maar ik vond het glansje van dat metallic wel mooi. Dus ik dacht, nou, ik ga toch voor de metallic. Zo. Wat treintje, je hebt een hoop lawaai. Ja, dat had ik net ook. Motoren voor de deur, ja. Motoren geven wel een hoop lawaai. Oh, ik hoef deze trouwens helemaal niet met die tool te doen. Want ik ga ondertussen eventjes de... Ik leg deze heel even apart, want ik ga de bloemen doen. En ik zal meteen even laten zien wat ik met de bloemen ga doen. Ik ga een compositie, moet ik dan zeggen, hè, maken rondom de Boeddha. En deze wil ik daarbij gebruiken aan de zijkanten. Nou, wil ik dit niet ook dezelfde kleuren als de blaadjes en dergelijke? Dus ik heb daar een andere oplossing voor bedacht. Nou, moet ik wel nog een kladblaadje zien te vinden. Die zou ik nog moeten hebben. Ja, ik heb nog een kladblaadje gevonden. En die ga ik lila maken. En dat ga ik doen. En ik weet eigenlijk helemaal niet, en dat weet misschien niet, misschien wel als je meekijkt,
of de waterverf nog weer komt. Of dat hij nog ergens, of hij nog te bekrijgen is. Maar dit is de waterverf uit een van de eerste lijnen van, volgens mij zelfs de eerste lijn van Janine's Mindful Art Collection. En dat is deze. En deze lila paars past perfect bij de rest. Dus die wilde ik heel graag gaan gebruiken. Ik moet heel even mijn water erbij pakken. En de stempels erbij pakken. Nou wil ik alleen de stampers, om het zo maar te zeggen. En ik ga dit ook doen. Ik weet dat het geen stampers zijn. Maar dan heb ik in elk geval aan beide kanten hetzelfde effect. Die ga ik ook platinum maken. Maar eerst... En ook dit hoeft geen precisiewerkje te zijn. Eerst even de paars kleuren. En ja, het past. Je moet even kijken naar, maar meestal ja, paars lila past perfect bij het papier, bij het designpapier van de collectie. Een paar donkere aanzetten. Dan is het eigenlijk alweer klaar. En die bloemen, die zijn natuurlijk overal weer mooi bij te gebruiken. En ik dacht van, in dit geval vind ik het wel mooi om ze te gebruiken als een soort van naast het focuspunt. En je kan ook twee dezelfde natuurlijk gebruiken. Hè. Er is ook niks mis mee, maar ik vond in dit geval vond ik het wel mooi om ze beide te gebruiken. Hier een beetje om de stamper heen. Anita vraagt, kan je ook kleurtjes los erbij kopen? Niet van, van specifiek deze set. Meestal zijn dit volledige sets van Studio Light. Als ik dat verkeerd zeg, dan hoor ik het graag. Maar ik dacht dat dat niet zo was. Er zijn wel merken waarbij dat kan. Maar gezegd, ik gebruik altijd een oud tijdschrift. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele handige. Ik koop nu eigenlijk van die hele goedkope schetsblokken, zeg maar, voor 80 cent of zo. En dan haal ik daar de blaadjes uit die ik gebruik als mijn kladblaadjes. En op zich, ja, als je een oud tijdschrift hebt, is het natuurlijk ook prima. Klein beetje donkerder maken. Die is wel heel licht geworden. Kan je eigenlijk altijd pas goed zien als het opdroogt, hè, bij waterverf. Nou. En ik denk dat ik toch ook het steeltje, want ik weet eigenlijk niet of het steeltje gaat zien, maar voor het geval dat je het wel kan zien, ga ik heel eventjes het steeltje een beetje groen maken. Want het zou niet mooi zijn als dat wit bleef en je ziet het net. Maar er zit ook groen in de set, dus dat is geen probleem. Voor het geval dat. Dan ga ik toch weer even deze erbij pakken. Petra vraagt, hoe film ik mijn werkblad? Nou, ik zit in de woonkamer. En in de woonkamer heb ik op zich niet zo heel veel boven mijn eettafel hangen, om het zo maar te zeggen. Maar mijn zwager, die is timmerman, en die heeft een soort van tafeltje gemaakt, wat ik over mijn werkblad heen kan zetten, met een reling erop, waardoor ik mijn camera dan daar bovenop leg. Dus, maar als je nou een plank hebt, of iets dergelijks boven je bureau, of als je wel een werkruimte hebt, dan kan dat natuurlijk ook. En in elk geval leg ik hem ergens bovenop en je filmt dan met je telefoon. Ik vond het in het begin hartstikke spannend, maar het gaat eigenlijk prima. Nou, dat is deze. Klein beetje paars hieronder. En dan ga ik nog wat laten zien.
Mag daar. Deze moeten we nog heel even drogen. Wat ik zelf mooi vind. Ik heb dus nu die cirkel als centraal punt. En ik vind het wel mooi om dan nog een soort van lijn in mijn bladzijde te hebben. En dan wil het geval. Als ik dit kan vinden. Dat er ook van die die-cut boekjes bij zitten. De Time to Relax serie. En dat is de 05 in dit geval. En dat is alweer het vijfde standsblok. En daarin, en die heb ik ook al veelvuldig gebruikt, zoals je ziet. Maar daarin zitten van die bamboestokken. En toen had ik bedacht dat ik die dan ga gebruiken om het te zetten, heet dat. En dan haal ik gewoon even een paar van die takjes uit de set. En dan snappen jullie misschien beter wat ik bedoel. Het heeft. Het geeft rust aan het oog als het een beetje klopt op de een of andere manier. Je kan nu wel gaan plakken en plakken, maar dan is het niet één geheel. En dit maakt het, en dat zul je zo wel zien, meer één geheel. En dat is gewoon fijn voor het oog. Ik denk dat ik er 4 wil, dus ik moet nog eventjes een paar uithalen. Er zitten zulke mooie plaatjes in. Hoppakee. Als jij nou zegt, ik hou niet van het kliederen, dan kun je natuurlijk ook de die-cuts gebruiken uit het boekje om daarmee je kaart of je art journal bladzijde te versieren. Dat hoeft niet per se met iets anders, dus maar net hoe je werkt. Er zijn mensen die vinden dat kliederen leuk. Er zijn mensen die vinden alleen papier leuk. Kan allebei. Het effect is misschien net iets anders, maar kan ook super leuk zijn. Nou, deze. Heel even apart leggen. En wat ik bedoel, is dat ik hem een soort lijn in maak. Deze ga ik heel even andersom doen. En hieromheen ga ik dan werken. Deze komen eronder. Nee, even voor het oog. Ik ga het maar eventjes omdat jullie zien wat ik bedoel. Ik ga zo plakken. En verder komen hierbij al die stansjes die ik heb gekleurd. Die zullen nu wel droog zijn, dus die haal ik even van mijn bladzijde af. Er zit er eentje helemaal vast, daar had ik natuurlijk even bij na moeten denken. En als het goed is, komt het straks allemaal samen. En dan kijk ik wel even wat ik ervan gebruik. Ik hou meestal wel iets over, maar soms ook helemaal niet. En als ik het overhoud, dan doe ik het gewoon in mijn bewaarbakje voor de volgende keer. Ik ga beginnen met het plakken van de bloemen. Nu wordt het een kwestie van plakken. Als ik mijn potje kan vinden, heb ik. Even kijken. Ongeveer hier. En nu zie je eigenlijk meteen dat het ook leuk is dat dat cirkeltje iets hoger zit. Want je krijgt een beetje een 3D effect. Dan wil ik wel wat blaadjes erop. En dan zijn deze zo leuk, hè? Om als... En ik ga het dus in een rechte lijn maken.
Hier is even deze. Beetje symmetrie erin, dat kan geen kwaad. Even kijken hoe ik het hebben wil. Dit is altijd het priegelgedeelte, maar ook wel heel leuk om te doen. Omdat je dan een beetje ziet waar je naartoe wil. En wat je in je hoofd hebt, of dat klopt. Meestal klopt het wel hoor. Ik ga gewoon vast beginnen met plakken. Dan gaat het niet alle kanten op. Kunnen jullie het een beetje zien? Want ik heb de neiging om het een klein beetje naar me toe te trekken. Omdat je nu aan het priegelen bent. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jullie moeten het ook goed kunnen zien. Dus ik hoop dat jullie het op deze manier goed kunnen zien. En nou zie je ook dat de kleuren bij elkaar kloppen. Zie je? Dat klopt weer bij de ondergrond. En als ik het dus alleen had gedaan, en dat kun je hier wel een klein beetje zien, had het te zilver geweest. Maar doordat ik het goud eronder heb, kan het, past het, klopt het. Nou, dat wordt mooi. En ik lig hartstikke op schema. Ik ben gewoon bijna trots op mezelf. Er was nog iets een beetje nat. Mijn handen, die, ja, mijn handen zien er altijd uit alsof ik aan het klussen ben. Maar, maar ik ben gewoon aan het knutselen. En dan hoort af en toe een beetje geklieder bij. Ja. Die kan er daar zo meteen ook nog bij. Nee, deze ga ik anders doen. Ja. En dit is eigenlijk gewoon een beetje zoeken van, nou, wat vind ik nou mooi? En lukt het nog een beetje in de lijn die ik wil? En in mijn geval doet dat het. Ik denk dat ik de stokjes even ga doen. En ik ga er zo meteen nog een tekst overheen maken. Dus dat betekent eigenlijk dat het niet zo heel erg is. Dat hier wat geplakt wordt, want er komt zo meteen nog een tekst op. Zo. Kijk aan, kijk aan. Nou, zo zie je maar, als je wat mooie spulletjes hebt, wat je dan allemaal wel niet voor moois kunt maken. Daar hoef je eigenlijk nog niet eens zo heel veel voor te doen. Het is gewoon al mooi van zichzelf. Ik denk dat ik hier ook nog even eentje overheen plak. Maria zegt, ik moet echt een journal aanschaffen. Ja, aan te raden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook heel fijn vind, een journal. Omdat je, ik heb niet zo'n heel groot huis, weet anders niet zo goed waar ik alles moet laten. In een journal kan ik het bij elkaar houden, keurig in de kast zetten. Pakken wanneer ik het wil. Het werkt voor mij in elk geval heel erg goed. Ik kan me zo voorstellen dat ik niet de enige ben. Ik ga even het takje afscheuren. Ik ben ook altijd wel van het afscheuren. Want dan wil ik net één klein detailtje hier. En dan is die eigenlijk net te groot. Nou, scheur gewoon een stukje af. Kijk uit dat hij niet bij mijn gaatje komt. Want dan kan ik hem straks niet meer in mijn journal doen. Dat is ook weer niet de bedoeling. En zo gaan we door, nog heel even door. En dan ga ik zo de voorbeelden laten zien en de prijs doen. Even kijken. Nou zou mijn dochtertje me eigenlijk helpen bij de prijsuitreiking. Die zijn dus nog fietsen. Maar ik verzin wel wat. Dat komt vast wel weer goed. Waar is de rest hier? Kijk, en het andere gedeelte dat komt wel weer van pas.
op een ander plekje. Kijk, en hier komt dan nog de tekst in het midden. Het is ook wel leuk om hier een beetje nog iets te doen. Maar ook weer, dan moet je allemaal om zelf kijken wat jij mooi vindt om te doen. Ik heb wel met dit soort zaken, en dat ga ik misschien maar gewoon zeggen, dat... Plak niet in het wilde weg overal wat. Want dat wordt zo druk voor het oog. Tenminste, vind ik dan. Hè. Kijk, als je dat mooi vindt, moet je het vooral doen. Maar ik raad gewoon aan om een klein beetje een soort van compositie te maken. Wat gewoon wat rust geeft voor jezelf. En ook voor je bladzijde. Als ik daar iemand mee beledig, sorry. Maar ik denk dat echt zo. Ik vind het zelf, maar dat is misschien in mijn hoofd. Ik vind het wel fijn als ik ergens naar kan kijken. Wat ook een beetje klopt. En wat rustig is. Zo. Ik denk dat ik deze nog ga gebruiken. Die mag weg. Maar dit is te doen. Nou, nog eentje. En dan ga ik een tekst zoeken. Teksten, die zijn ook mooi, hè? Die stickerboekjes die erbij zitten. Kijk, nou, voor mijn gevoel klopt die nu dus gewoon. En dan ga ik ook stoppen. Zo, mijn lijm aan mijn handen. Even de waterverf opruimen, want anders dan... Gaat zo meteen het water over mijn computer heen. En dat is wel, ik verschuif jullie. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ben ik jullie heel erg aan het verschuiven? Ik heb het gevoel dat ik jullie aan het verschuiven ben. Maar ik zal zo even meekijken. En die vertraging erop kun je dat niet meteen zien. Tekst. Stickerboekje. Het stickerboekje. Ja, ja. Heb ik erbij gepakt. En ik pak heel even een stukje karton erbij. En een... Had ik niet klaargelegd, maar ligt toevallig naast me een klein snijplankje. Dan wil ik een tekst. Ik hoef niet een hele kleine tekst, er mag best wel wat staan. Het mag wel iets groter zijn, het mag ook een woord zijn. Mag ook, kijk, als jij dit als kaart verstuurt, dan zou je hier natuurlijk iets anders kunnen zetten. Hè? Wat je beterschap of gefeliciteerd of iets dergelijks. Maar hij gaat bij mij in mijn art journal. Dus dan ga ik gewoon ook een woord of een tekst kiezen. Wat ik vind passen bij nu op dit moment. En wat ik gewoon een mooi woord vind. Compassion vind ik een mooi woord. Ja... Perspectief en het perspectief zetten ook mooi. Even kijken of ik iets met tekstjes. De storm will pass. Nou, die is nu wel heel erg voor mij van toepassing in mijn. Ik ga die gewoon gebruiken. Die is gewoon wel van toepassing nu in mijn leven. Dus ik ga die gewoon doen. Dat is ook een beetje art journal, hè? Gewoon op je gevoel afgaan. Op je intuïtie afgaan. Wat voor jou goed voelt. Mijn art journal is ook altijd best wel persoonlijk. Daar is het ook best wel voor bedoeld volgens mij. Ik ga deze hier opplakken. En ik ga even afsnijden. En de kleuren kloppen ook. Ja. Oh, nog in de schuim. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dan heb ik hem iets te veel. Kijken of ik dat nog wegkrijg. Nee, ik ga het met schaar doen. Ik heb hem iets te veel. Maar dat komt goed. Alles is weer te corrigeren. Kijken of ik die wel goed krijg. Ja.
die ga ik hier opplakken. En dan ben je meteen het lelijkere middengedeelte kwijt. Zie je? Die ga ik eventjes met de tacky glue doen. Kijk aan. Moet hem heel even recht houden. Kijk aan. Dat is hem. Dat is dit gedeelte. Dit is de bladzijde die ik vandaag wilde maken. En die, ja, ik vond hem zelf zo mooi. Ik denk, die ga ik doen op dat kraftpapier. Het heeft gewoon wat. Dan ga ik wat pinnen laten zien en ik ga de prijsvraag doen. Ik ga eerst even de prijsvraag doen. Als jullie het goed vinden. En ik hoop dat hij niet te moeilijk is. Ik ga een kleine hint geven, anders is hij misschien te moeilijk. Ik heb afgelopen woensdag een post gemaakt. En dan pak ik hem er heel even bij. En dan kan ik meteen het eerste laten zien. Even staan. Wow. Het is een beetje vol hier, wou ik zeggen. Ik heb een album gemaakt. Met allerlei spulletjes van de collecties. En een van de spulletjes, en ik ga meteen even... is dit kleine schattige boekje. Wat bij een van de stansen zit in de Time to Relax serie. Dit boekje, dat heb ik even laten zien afgelopen... Oh. Nou, gaan jullie stilstaan, dat is niet de bedoeling. Oh jee, ja. Dit boekje heb ik even laten zien, want ik vond hem zo lief. En mijn dochter, dat is zij, mijn dochter, die zei iets over dit boekje, wat zij vond van dit boekje. Dat heb ik ook opgeschreven. Weten jullie welk woord zij had voor dit boekje? Ik ga gewoon eventjes openlaten. Als je het weet... schrijf je antwoord op. Het is één woord. Het is een Engels woord. Wat zij had voor dit boekje. En onder de antwoorden mocht zij van mij een winnaar kiezen. Maar ik ga zo meteen zelf een winnaar kiezen door te scrollen. En stop is de winnares. Dan, dat laat ik ondertussen aan jullie over. Deze. Het boekje. Daar zit een stans. In de Time to Relax serie. En die stans. Die heb ik... ergens liggen. Fijn, die heb ik natuurlijk net niet bij de hand. Daar kun je dit boekje mee maken. Er zit dit in. Het gedeelte wat je uit kunt stansen. De bladzijden kun je daarmee uitstansen. En er zitten randenstansen in. Twee soorten waarmee je dit boekje nog leuker kunt maken. En als je chipboard gebruikt, schijnbaar past dit gedeelte er dan niet omheen. Maar ik heb gewoon stevig... kraftpapier gebruikt en dan gaat het wel. Ik heb hem gewoon in één keer eroverheen kunnen plakken. Ik loop hem heel even door, want ik vond hem wel grappig. Ik heb dus op deze bladzijde het boekje gebruikt en ik heb designpapier gebruikt van de diverse blokken die erin zitten. En die blokken, die heb ik naast me, daar heb ik al natuurlijk al wat van laten zien, maar ik heb, ik ben altijd zo bezig. Ik heb ook de 20x20 heel veel gebruikt voor deze, voor dit boekje. Dus is de 20x20 en dat is de 11. Boekje 11. Nou, de bloemetjes uit eerdere series, de bingo en de kaartstempels. Ik heb gestempeld, ik heb gestanst. Dit zijn de bloemetjes die bij de takjesstansen horen. Ik heb een leuk... pop-up gedeelte gemaakt in het boekje. Met een lotusstempel. De randenstansen van eerdere collectie. En ik heb van alles gebruikt. Dus ticketstempels, het slotje, de blaadjes, noem het maar op. En dit is wel grappig. Janine vraagt of ik mee mag. Nee, jij mag niet meedoen. ik heb dit gemaakt. Nou, degene die kaarten maken zijn... die kennen dit natuurlijk heel erg goed. Ik had dit nog nooit gedaan. Dus ik ben zo trots dat het gelukt is. Ik had het filmpje gekeken, maar ik moest zelf de maten aanpassen voor dit boekje. Nou, dat was toch, hij had even wat voet in aarde. Maar hij is gelukt. Toen dacht ik, ik vind het ook wel leuk om een waterval erin te hebben. Dus die heb ik ook nog gemaakt met een peekaboo flapje. Nou, de bloemetjes. Ik heb nog een peekaboo gemaakt. En deze, I am grateful for all my blessings. En dat reflecteert ook wel een beetje
boekje. Deze had ik beter zo kunnen stempelen, maar ja, het is wat het is. Ik heb trouwens dit boekje omhuld met boekbinderslinnen. En respect voor alle albummakers, want voor mij is het redelijk nieuw. Maar werkelijk, ik heb hier 5 avonden op zitten zwoegen. Maar het is gelukt. Dan. Wat ik ook wel leuk vind om te laten zien. Ik heb de buitenkant. En Janine die heeft vanmorgen al de live gedaan. Met het maken van de kaft van het Art Journal. Deze is de mijne. En eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Ik heb rijstpapier gebruikt. Ik heb het stencil gebruikt. Ik heb de stempels gebruikt. De takjes, de teksten. Nou, dat heb ik hier ook gedaan. En volgens mij heb ik 2 of 3 vellen, ik denk 2 vellen rijstpapier gebruikt. En ik ga de binnenkant nog doen. Daar had ik willen doen, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Dan een paar bladzijden die ik heb gemaakt. Ondertussen staan jullie weer stil. Ik ga zo wat vertellen over het boekje. Dat komt zo. Deze heb ik ook de bloemenstempels gebruikt. Het crayboard wat eerder erin zat. Stencils, gedeeltes ervan, de tekst. Nou, je ziet het, die maakt eigenlijk heel snel. Ik heb ook eigenlijk gewoon snel gekleurd. De kleine bloemetjes heb ik gebruikt. Maak je een bladzijde. Dit glanst en glimt en glanst en glimt. Want ik heb er een soort van spray overheen gedaan. Met oude... het muurtje is een stencil, ook van een van de eerdere series. Ik heb stempels gebruikt, rijstpapier. Deze heb ik een keer in een live bij Hobbyvision gemaakt. Kan ook als kaart. Ik heb stempels gebruikt, veel stempels gebruikt op deze bladzijde. En ondertussen vliegt er een vlieg om mijn oren. Ik heb deze gemaakt met een geest op mijn bladzijde. Dat vond ik wel grappig. Een soort van entiteit op mijn bladzijde. En ik heb hem helemaal rondom gestempeld. En ik heb een beetje gespat her en der. En deze, dat is hetzelfde stencil als ik hier heb gebruikt. Alleen dan nog kleiner. En eigenlijk het enige wat ik gedaan heb is 2 kleuren waterverf. En de die cuts en wat tekst gebruikt. En die die cuts heb ik gewoon uit het mooie boekje gehaald. Dat was eigenlijk wat ik gedaan heb. En ook dit kan prima voor een kaart. En je kan ook meteen zien... Ik heb het kraftpapier en het zwarte papier zitten erin. Dus dit is wat ik tot nu toe gemaakt heb. Ik heb nog meer projecten gemaakt, maar die heb ik dus zelf niet meer in huis. Oh, wacht, ik heb er nog één. Zonder glitter zowaar heb ik een kaart gemaakt met een stans van ook van een van de eerdere collecties. Met het papier wat nu in de boekjes zit. En dat is het ook in het boekje waar ik wat ik mag weggeven. En dat gaan we nu maar even doen. En dan wil ik even laten zien precies wat de prijs is. En wat allemaal even goed pakken. Ja. Het is een drukke bedoeling. En ik moet ook nog wat over het boekje vertellen. In het prijzenpakket zitten dit boekje, de 09. Dat is het paperpad JMA 09. Dat zit erin. De stans van de takjes zitten erin, want die heb ik vandaag veelvuldig gebruikt, dus die mag ik weggeven. En deze stempel, moet ik hem even omdraaien, want ik heb hem al heel veel gebruikt zoals je ziet. Dat is de stamp JMA 17, die krijg je er ook bij. Dus deze 3 is 1 setje. En dat mag ik weggeven. En ik ga, omdat mijn dochter dus nu is, ga ik zelf even naar boven scrollen. En dan ga ik hem laten lopen. Ik heb al ontdekt hoe dat moet. Hallo. Nou, wil die niet meer meedoen? Oh, hij is er al. Wow. Dan gaat hij er overheen. Dat is niet de bedoeling. Oh jee. Oh, mijn computer die wil niet meer meewerken. Ja. Dan gaat hij helemaal weg. Ik kan het niet meer zien. Ik had een Diane. Kan dat? Ik weet dubbele achternaam. Ik ga zo meteen even opzoeken. Mijn computer wil geen meter meewerken op dit moment. Oh, wat erg. Hij stopte mee. Mijn computer stopte mee. Ik ga zo meteen even opzoeken wie het is. En dan laat ik dat in een post zo wel even zien op de groep. Oh, wat erg. Dat had ik meteen even de naam willen zeggen. Maar hij doet echt... heel vervelend.
En waarom je zo vervelend doet, weet ik niet. Goed. Dit pakketje wordt weggegeven. Ik ga zo een post plaatsen met de naam en waar je naartoe kan mailen. Nou weet ik niet of Janine ondertussen al loopt zeggen wat er is over het boekje. Want er komt een werkbeschrijving van hoe je dit boekje maakt. Hè? De basis dan, hè? Niet deze. Maar de basis, daar komt een beschrijving van en daar komt ook een wedstrijd mee. En dat zal ongeveer eind volgende week zijn, heb ik begrepen. Nou, even kijken. Dat is even jammer. Ga ik oplossen. En ik denk dat ik nu alles heb laten zien wat ik moest laten zien, wat ik wilde laten zien en wat ik heb gemaakt. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. En straks heel veel plezier mocht je de live gaan kijken van Kira. En dat wordt ongetwijfeld ook heel erg mooi. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken. En nou, hopelijk tot een volgende keer. Doei doeg!